De Amerikaanse presidentsverkiezingen laten nog even op zich wachten, maar de uitdagers van Donald Trump staan al in de rij. Twan Huis zal dit seizoen regelmatig bij mij te zien zijn om de laatste stand van zaken te bespreken. Twan, hartelijk welkom. Dank je. Fijn je weer te zien. Ja. Hoe is het met je? Nou, goed. Ja? Het was even verwarrend, moet ik zeggen, een maand geleden. Sterker nog, ik zal eerlijk zijn, ik was even in de war toen het stopte. Maar ik dacht, dat zou ik eens gaan doen. En toen ben ik 2 dagen later op bezoek gegaan bij vrienden in New Hampshire in Amerika. Wegwezen, dacht je? Even wegwezen. Ja. En het bleek hartstikke goed te zijn. Ja. Wat heb je daar gedaan? New Hampshire, moet ik denken aan? Ja, niet veel mensen kennen dat hier, denk ik. Maar die vrienden van me die hebben een groot bos. En het is op dit moment maple syrup season. En dat betekent, voor de mensen die dat niet kennen, de maple tree, dat is de esdoorn, daar komt sap uit. En als je dat kookt, dan kun je daar maple syrup van maken. Wat heel lekker is op je pannenkoeken. Maar ik gooi het ook in de koffie. Dus ik heb hem meegeholpen. Bij het oogsten, zeg maar. Bij het oogsten, ja. Dat lijkt me ook een heel handig therapeutisch werkje. Dat is helemaal waar. Heb je dat ook zo beleefd? Ik heb dat helemaal zo beleefd, Margriet. Ja, nee, ja. Maar serieus. Nee, het was heel erg leuk. Want ik was in de natuur. En daar ben ik sowieso graag. En daar had ik tijd tekort voor de afgelopen, laten we zeggen, 9 maanden. Ja. Dus het was helemaal perfect. Bovendien was er aan de overkant van de straat een Thais boeddhistisch klooster. Oh, holy ik had daar kunnen gaan mediteren, dat heb ik niet gedaan. Ja. Ik had aan de bossen genoeg. Nee, maar het was heel lekker om er even uit te zetten. Ja, wat moest er allemaal uit je hoofd? Jezus. Ik ga op de bank liggen nu. Nou, wat moest er allemaal uit mijn hoofd? Ik had vooral heel veel zin om lekker rond te wandelen. En, maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Ik bedoel, wat je bedoelt, het is wat je zelf ook zei, het is een rollercoaster geweest. Ja. En ik begrijp ontzettend goed hoe dat is. Echt waar? Ja. Weet je, het is verschrikkelijk moeilijk. En slecht uitpakken. Het is goed dat je even doorpraat. Dan kan ik even nadenken over wat ik moest zeggen. Maar je niet ongemoeid laten. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is heel jammer. Dat heb ik ook gezegd in de laatste uitzending. Het was een groot avontuur wat we met vol enthousiasme zijn aangegaan. Ik vond het jammer dat het stopte. Ik begreep wel dat het stopte en ik vond het heel jammer voor de ontzettend leuke redactie en de mensen die aan het programma meewerkten dat het ophield, want daar voelde ik me ook een beetje verantwoordelijk voor. En het merendeel heeft gelukkig mooie plekken gevonden. En tegelijkertijd, weet je, als het niet loopt, dan moet je ook in jezelf kijken en besluiten van dan is het ook beter om ergens mee te stoppen en nieuwe plannen te maken en weer iets anders te gaan doen. Was je ook wel opgelucht? Nou, eerlijk gezegd, toen ik daar rondliep in die bossen, dacht ik van het is zoals het is en ik vind het ook prima. Ja. En plannen maken, Twan? Ja, maar het is ook wel goed om eerst even kalm aan te doen. Want dat was wel nodig? Nou, natuurlijk. Het is, contemplatie. Even kalm aan, maar tegelijkertijd, ja, jij belde en nu zit ik hier weer. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk, want we kennen elkaar ook van een gezamenlijke hobby, zal ik maar even zeggen. Jij Amerika-correspondent geweest, ik heb er ook een tijdje gewoond en gewerkt. Daar hebben we elkaar ontmoet. Nee, ik luister altijd ontzettend graag naar de verhalen die je vertelt. En ik dacht, dat gaan we gewoon doen. En als jij er zin in hebt, dan, dan is 1 en 1 2. Nou, je belde op het goede moment, want ik was er net geweest. En ik dacht, wat zullen we eens gaan doen? Nou, dit lijkt me heel leuk. Ja. Komt er nog een boek over de periode bij Late Night? Er komt wel een boek, maar niet over de periode bij Late Night. Ik was al een boek aan het schrijven. En het gaat over iets totaal anders. Het heet niet logboek van een talkshow-host. Nee, joh. Nou ja, het zou kunnen. Mensen schrijven dingen van zich af, Twan. Ja, nou, ik niet. Maar waar gaat het boek wel over? Ja, ik had eigenlijk niet verwacht dat ik daar nu over zou gaan praten. Ik dacht dat het over... Maar goed, maar ik ga je wel zo zeggen... Doen. Nee, prima. Ik ben een fanatiek wandelaar. Ik wandel al 35 jaar met mijn ouders en met mijn familie. Ieder jaar gaan we een week lang op pad. Meestal is dat in Zuid-Limburg, maar daarnaast heb ik zeker in dit soort periodes, maar eigenlijk altijd al, is wandelen heel erg goed om je gedachten te ordenen. Ja. Daarom hoefde ik dat ook niet alleen in New Hampshire te doen. Dat had ik al een beetje gedaan. En ik ben op dit moment bezig met een hele mooie serie wandelingen door Nederland. En die ga ik beschrijven aan de hand van onder andere ook de verhalen van mijn ouders. Want die gaan mee. Die zijn 84 en 85. Zo. En die hebben hele mooie verhalen. Dus het wordt een combinatie daarvan. Maar goed, het is natuurlijk wel zo, en daar ben ik nog over aan het dubben, dat er plotseling iets heel spannends gebeurt in mijn leven. Ik dacht dat ik ga ook over hun leven schrijven, maar plotseling hield er iets op wat ik ook leuk vond, namelijk Late Night. Dus er zal wel iets over inzitten. Maar het is niet de kern van het boek, het gaat echt over wandelen. Ja.
Maar wel een mooi vehikel om dat een beetje die gedachte ruimte te bieden. Kan, ja. Ja. Zullen we het over Amerika hebben? Ja, graag. Want we gaan je dit seizoen vaker zien, dat heb ik al gezegd. We beginnen vandaag met Joe Biden, de vicepresident onder Barack Obama. Hij zou zich, dat was de verwachting, deze maand kandidaat stellen. Zich mengen in dat al grote circuit van alle democratische presidentskandidaten. Maar er is een probleempje. Twee vrouwen die beschuldigen hem van ongewenste handtastelijkheden. Creepy, crazy Uncle Joe Biden. Joe Biden facing a bit of controversy tonight. He's facing a serious backlash for, you guessed it, being creepy. Joe Biden certainly isn't wasting any time giving the new defense secretary's wife a warm White House welcome. He's made some women feel uncomfortable. Joe Biden put his hands on my shoulders, get up very close to me from behind, smell my hair, and then plant a slow kiss on the top of my head. The former vice president has been denying any inappropriate behavior. They're always trying to make a human connection. That's my responsibility, I think. He pulled her in to rub noses. Mr. Biden's hand slowly disappeared down my back until he reached my waist. It's the way I've always been. It's the way I've tried to show I care about them and I'm listening. Goh, nou, dit soort problemen kun je ook hebben. Dit is weer anders, ja. Ja, ja god, hij is 76, dus hij heeft al veel meegemaakt in zijn leven. En ik heb hem wel eens geïnterviewd, weet je. Dit is een heel raar beeld. Hij is ingehaald door de tijd. 2 jaar geleden, 3 jaar geleden was dit misschien een beetje opmerkelijk geweest. Maar nu is het heel raar geworden door de MeToo-beweging. En zoals je zei, hij moet nog beginnen. Ja. Maar sommigen zeggen, deze kandidatuur is dead on arrival. Ik denk dat dat nog wel meevalt. Maar ik geloof niet dat hij het nog heel ver gaat schoppen, eerlijk gezegd. Als jij hem een tip zou mogen geven, doen of niet doen? Niet doen. Dan is het niet doen. Nee, nee maar dat geldt niet alleen voor hem. Hij is oud-senator, oud-vicepresidentskandidaat. En eigenlijk, als je kijkt naar alle oud-senatoren die er zijn geweest... John Kerry, John McCain, die worden nooit president. Die zijn heel eager om mee te doen. Maar wat Want je nodig hebt... Te oud en te veel bagage. Je hebt nodig een jonge, frisse kandidaat. Dat is eigenlijk... oude politiek. Ja, wil het... maar beter gezegd nog een buitenstaander. Dus Trump was ideaal 3 jaar geleden, buitenstaander... Ja, nu is er weer een. Ja? Ja. Want er zijn heel veel democratische presidentskandidaten. Heel Joe veel. Biden, nou, dat gaat het misschien niet worden. Nee, denk het eerlijk gezegd niet. Maar, maar er is er wel een. Ja, er zijn er een stuk of 15. En afgelopen maandag interviewde ik voor het John Adams Institute in Amsterdam... Newt Gingrich. En dan moet je even terug in de geschiedenis. Maar hij was een hele belangrijke, prominente politicus... voor de Republikeinse Partij in de jaren 90. En het is zeg maar een beetje de Hans Wiegel van de Amerikaanse politiek. 75 jaar oud. Newt. Ja. Newt. En invloedrijk. Want hij belt wel nou ja, geregeld met president Trump. Die luistert ook wel naar hem. En die vroeg ik op een gegeven moment voor een gezelschap... waarvan er zaten veel Amerikanen ook in de zaal. Wie vind jij nou de beste kandidaat van dit moment... van de tegenpartij, van de Democraten? En toen keek hij de zaal in. Hoe heet die jongen nou? Die jonge jongen, die burgemeester in Indiana. En toen riep iemand uit de zaal... Pete, Mayor Pete... Mayor Pete. Mayor Pete, want niemand kan zijn achternaam uitspreken. Ja. Ik nu ook niet, waarschijnlijk. Buttigieg. Buttigieg? Ja. Zullen we even kijken naar een filmpje waarin hij zich voorstelt? Ja. Want dan weten we over wie we het hebben. I'm Pete Buttigieg. I'm the mayor of South Bend, Indiana. When I arrived in office at the beginning of this decade, the national press said that our city was dying. People on the outside didn't believe our city had a future. We propelled our city's comeback by taking our eyes off the rearview mirror. Being honest about change and insisting on a better future. You know, I belong to a generation that is stepping forward right now. We're the generation that lived through school shootings, that served in the wars after 9/11, and we're the generation that stands to be the first to make less than our parents unless we do something different. Nou, hij is, ik moet je eerst zeggen, tot maandag ook niet veel van gehoord. Beter gezegd, ik wist niks van hem. En toen ben ik hem gaan opzoeken. En wat blijkt, de afgelopen weken is deze jongen als een komeet de lucht ingeschoten. Iedereen heeft het over hem. Hij zit in talkshows. Hij is 37 jaar. Hij is dus burgemeester van een klein stadje, 100.000 inwoners in Indiana. Hij heeft zijn burgemeesterschap, hij is nu bijna 8 jaar bezig... heeft hij onderbroken voor een tour naar Afghanistan. Hartstikke mooi. En dan is er nog iets heel bijzonders... Hij is homoseksueel. Hij is getrouwd met een man. Mm. Vorig jaar stond hij groot in de New York Times met de huwelijksfoto's. Hier zijn ze. Ja. En hij is razendsnel, super slim, on message. Hij is grappig, hij weet hoe hij dingen aan moet pakken. Ik heb naar een aantal toespraken gekeken en ik heb niets kunnen ontdekken... waarvan ik dacht, dit kan je niet.
Hij is echt de perfecte kandidaat, lijkt het op dit moment. En hij is bij Bill Maher geweest, een liberale talkshow-host. Maar hij gaat ook, heel slim van hem, naar Fox. Naar het station van president Trump. En wat is zijn boodschap daar? Nou ja, hij zegt om te beginnen, dat vind ik heel erg leuk. Kijk, ik ben jong en ik ben fris en ik ben niet een oude man. En ik heb nieuwe ideeën en ik heb die stad waar ik burgemeester van ben. Die was economisch zat die helemaal aan de grond. En die heb ik weer omhoog gekregen. Nu zeggen sommige mensen hij is te jong en te onervaren. Maar die stad die doet het hartstikke goed. Ja. En dat kan ik ook voor het land. En merk je ook dat hij hier en daar al de confrontatie met Trump opzoekt? Ja, nee, dat is ook tamelijk briljant van hem. Wat Trump heel goed kan, is om kandidaten in de race kapot te maken in één zin. Dus bijvoorbeeld, je had 3 jaar geleden had je Jeb Bush. Dat was de ongekroonde koning van de Republikeinse Partij. En toen kwam Trump langs en die dacht, die pak ik even in. En toen riep hij, Jeb Bush, low energy. Een slomerik. Nou, binnen een paar weken was het goed gekomen. Ja. En dat kan Piet, Mayor Piet kan dat ook. Want die is 2 weken geleden bij CNN geweest bij een town hall meeting. Dus mensen uit de zaal mochten vragen aan hem stellen. En toen was er een man en die zei, ja, wat vindt u daar nou van dat die vicepresident van Trump, Mike Pence, die komt ook uit Indiana, dat hij gewoon met die man door blijft gaan bij Trump. En wie vindt u eigenlijk de beste van die twee? Wie moet er president worden in de volgende race? Nou, zegt hij, Piet, daar heb ik helemaal geen oordeel over. Daar wil ik niet tussen kiezen. Maar wat ik niet begrijp, is dat die Pence, een christen, dat hij gewoon Trump blijft aanmoedigen. Want Trump, dat is toch de porno-president van Amerika. Oei. En toen dacht ik, oh, wacht even. Hij heeft erover nagedacht. Hij framed Trump nu op een heel zwak punt. De porno-president van Amerika. Dus dat wordt zijn boodschap, ook in de debatten. En eigenlijk op dezelfde manier als Trump dat doet. Ja, en dat is heel interessant om te zien. En toen ik dat zag, dacht ik van, oh, wacht even. Nu moeten we gaan opletten. Dit is het fragment. How could he allow himself to become the cheerleader of the pornstar presidency? Is it that he stopped believing in scripture when he started believing in Donald Trump? I don't know. Ja, dan zit ik nog met één ding, Twan. Hoe spreken we die? Ja, Mayor Piet, dat gaat hem niet worden. Ja, we houden het op Mayor Piet, want dat is heel slim. Want daaruit blijkt dat hij bestuurlijke ervaring heeft. Maar hoe heet hij nou? Buttigieg. 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 Zullen we even kijken naar Jimmy Fallon? Ja, die heeft het deze week gedaan. Ja? Ja, laat even. Some people are having trouble pronouncing his name. Here, take a look at this. And then on Saturday, Mayor Pete Buttigieg. Pete Buttigieg. Yeah, it's pretty tricky. It's Pete Buttigieg. No, it's Pete Buttigieg. We got it. Pete Butterscotch. Buttigieg. Billy Bob Thornton. No. Edge. Buttigieg. Blueberry. Come on, repeat after me. Boot. Edge. 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 Buttigieg. Buttigieg. Nu jij mag in. Buttigieg. Oké, stel voor dat hij het wordt. Ja. En ik bedoel, Trump heeft mega gescoord 2 weken geleden met het rapport van Mueller, weet je wel. Hij is no collusion, er is geen gedoe met de Russen. Tot nu toe is dat het verhaal. Maar als deze jongen, stel nou voor, is nog veel te vroeg om iets over te zeggen dat hij het wordt. Met zijn 37 jaar zou hij de jongste president van Amerika worden als hij wordt gekozen. Ja, en nog wel meer dingen. Dank je wel, Tom. Ja. Leuk, toch? Hartstikke leuk. Hier, Donald Duckie. Dank je wel. Ja.